De Witte, half in de ploeg. John Whitty met geel, lachen en groen. En we zien dat de blauwe Gert Maura daar aan kop probeert te komen. En dan zullen we even kijken, daar gaat er bijna iemand helemaal aan de buitenkant af. Of hij ook buiten is geweest, dat zullen wij straks horen. Even kijken wie daar de eerste positie in handen heeft. We zien in ieder geval dat Mauwe daar op die tweede plek zit. Het is de zwarte cap. Ja, dat is de nummer 20. Niet de snelling. Op de derde positie. Nummer 8. Andreas Vlaggen. Op de dritte plaats. Vierde plaats is de voor Pierre Schreuder met die nummer 22. En dan weet daar nog iemand aansluitend te krijgen om het gevecht om die derde positie met z'n drieën. Dan gaan ze daar in de aanval blaggen, gevolgd door Schreuder. En wie zit daar dan achter nog steeds? Is het Stellingen op 1. Op 2 is het Mauren. En dan dat groepje met z'n drieën daar. Oh, ho, ho, ho. Daar gaat maar net goed. John Whitley. Nu op 3. Ten koste van de nummer 8. Andries Blaggen. En dan is het weer Schreuder. En dan hebben we daar de laatste man. Is Alwin nu. Met het de witte cap die nu de zesde positie in de handen heeft. En deze heren rijden 3 rondjes, geen 4. Dus denk nu niet dat het verkeerd is. Dat is de nummer 20 eerst. Dan 4, 13. Groen, George Huber en met zwaard Bernd Costa. En de Wolfgang Baart geeft aan de Vuuron met een rode kap. Wolfgang Baart, en daarachter zitten een paar heren in gevecht op die tweede positie. En volgens mij is dat de nummer zwart Bernd Koster. Maar dan kom ik zo bij u terug, dan kan ik het iets beter zien. Ook daar vlak achter op plaatsje 4 wordt weer gevochten. Maar aan kop is het de rode cap. Wolfgang Baart. Dan de nummer 3. Dan Rijssel. Dan de 12. Ja, passen. Dat waren de eerste 3 heren als ze over start finish gaan. Ook deze heren, alle EVLS gaan over 3 rommen. Dat geldt niet alleen voor de motoren dat die al wel ouder zijn, maar ook de heren zijn al een beetje op leeftijd. Dan zijn 3 rondjes echt erg lang. Nog steeds op kop, Wolfgang Baart. Gewonnen door Frans Grijssel, dan is het Gert Koster en die zit er op de 4. Dat is het met nummer 7. George Cooper van England aan de 4th place. En achteraan is het de 17 van Rainer Horsche uit Duitsland. Dus even kijken, ze zijn inmiddels in de laatste ronde. Dan krijgen we de finish. De nummer 1, dat gaat er morgen door. Wolfgang Baart gaat erin. Komt op dat aan. Tweede plaats. Oei, oei, oei. Nog nimmer. Keizel voor Kuster. Op dan 4. Blauwe kerk is last. En we zijn los. En de blauwe kerk daar gaat erin. En we kijken daar met Keizel zitten in zijn nek hoor. Ruizel, dat zijn de mensen op 3 en 4 in het totaal eindklassement. Oei, 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 daar gaat Las bijna over de buitenlijn. Maar hij weet hem daar gelukkig binnen te houden. Het is nog steeds last voor Kreitzel met de witte cap. Maar nu, Kreitzel blijft daar aan die onderkant zitten. En dan kan hij daar last verschalken. Nee, op het rechte stuk niet. Op het derde. Dan zien we daar de nummer 2. Manfred Kreis. Op de derde positie. De vierde positie is er van Thomas Fleming. En dan zien we daar een... Ah, daar gaat er een uit. En volgens mij is dat de witte cap is dat. En dat is Grijssel. Peter Grijssel. Ausgeschieden. Ach, ach, ach. Dat is schade natuurlijk. En we hebben dat eens last ook op. Met nog 1 ronde eraan. Nu op 2. 2. En dat is Manfred. En Manfred is degene die een paar punten achter staat op Johan Last. Goede zaken, maar het is James of Johan Last natuurlijk niet de meeste goede zaken doet, want die loopt alleen maar een stukje uit. En dat is natuurlijk wel prettig in de totaalstand. We gaan naar de finish toe. Is dat een overwinning voor de Nederlander? Jazeker. Johan Last pakt hier de volle 5 punten. Wolfgang Baart had die stort. Op een zeven zo'n tweede plaats is Manfred Giertz met die rode kapper. Dat zit die eerste twee varen. Gelijk van start weg.
Die Cynthia Zwekker, maar zijn Bias Keet om de dritte plaats. Daar draai 4, maar varen in gevecht om de dritte plaats aan de front. Is er nog immer Bart voor Geert van Dam, die man met de Gelderen kap. Bill Hates van Midland van third place. En John Bridley is next to him on the white cap on place number 4. Dat zijn de heren in de EVLS 2, hun eerste series. Eens even kijken, aan de voorkant is het nog steeds de nummer 1, Wolfgang Baart. Achtervolgd door de man in het rood, van Fred Knijs. Dan de nummer 11, John Whitney, op de derde positie. John Whitney, sorry, en Pierre Schreuder is de man die op de ene laatste plaats rijdt. Oftewel op plaats nummer 6. Goed, we gaan naar de finish toe. Het is Bart. Bart hier de eerste. De rood. Dus op 2. En dan. De start nummer 16. We zijn weg. En de buitenkant. En mee gaat Gert Maurer met groen. Gert Maurer, daar op die tweede positie. Op 3 zien we je Jeff Urban from England on third, fourth place. On the inside, now on third place. Maar aan kop is het onze Nederlander met de zwarte cap, Johan Last. En dan nog weg op die tweede positie tussen de groenman Gert Maurer, de man in het rood, George Urban, daarachter. Even kijken wat daar allemaal gebeurt. Dan gaat er weer één voorbij. Dat is de man in het geel. Brad Davis is nu naar plaatsje 4 gegaan. Nog steeds op 2 is het Gert Maurer. En dan is aan kop is het Johan Last in het zwart. Met het nummer 6 krijgen ze de vlag voor de laatste ronde. Dus het is even de volgorde. Last op 1. Maurer op 2. Dat is het rood. Nu op 3. Davis op een vierde plaats. Dan de blauwe Borkers op 5. En eens kijken of daar nog het een of ander kan gaan veranderen. Of kunnen wij ons opmaken voor de volgende ronde. En dat is de man op met start nummer 5. Johan Last, zwarte cap. Die pakt hier de volle winst. Dan de man met de groene cap. Maurer. Dan is het de rode cap. En we zijn weg. Frans Kruijzel geeft daar snufst weg. Want ook Bernd Koster. Bernd Koster had jetzt die harde Leitung. Maar nee, next to him is Frans Kruijzel met die Gelderkap der jetzt die front übernommen had. Op tweede plaats is de man in blauw, Bernd Koster. Want wer zit daar hinter? Dat is met die rood, dat is de Engländer Keith Schnellig. Dat zijn die drie eerste op de vierde plaats. De man met de Schreuder kappen onder. Ja, dat is Albert Kroeg Alfons Duitsland. Aan de kop nog steeds de man in het geel, Frans Kruijzel. In de achtervolging daar twee heren, in ieder geval op rood, is onze Engelsman Keith Snelling. Die er alles aan doet om dichterbij te komen. Maar wat dichter bij de man in op de eerste plaats zit daar de man met nummer 12. Met de blauwe cap. Dat is Bernd Koster. Die twee gaan kijken of ze dichter bij elkaar komen. Maar de man zo genoeg. Snelling die probeert daar wel aansluiting bij te houden. Alfred Kloets is de man van de vierde positie en niet gestart is de nummer 21, Peter Reitzel. Helaas, waarom weten wij niet, maar het zal zo zijn. We zitten inmiddels al in de laatste ronde, zie ik. Want de finishvlag staat klaar. Een overwinning, jazeker. En onder groen, maar van het Kloets. Zijn afspraak. Bernd Koster met het rood. Ja, Bernd Koster. En de man in het groen, Manfred Griets. Dat zijn de twee heren die van Kiet af weg proberen te komen. En uit handen willen blijven van de man met de witte cap. En dat is Brad Davis op de derde positie. En we gaan kijken of daar nog het een en ander aan kan veranderen. Want het is Davis die daar wel erg hoog in gaat. Aankomt. Oh, kom. Nog steeds Bernd Koster. Bernd Koster nog prima aan die spitsen. Met de rode kapper, met waar Kruun is het Manfred Griet. Dat is de Britten plaats, de Engländer Brad Davis met de nummer 10.
Die probeert aan te haken bij de andere twee varen. Maar dat ze, die varen geen etwas sneller. Maar zien wil je dat alles geht heute in deze heat. Oeh, dat is geen vader. Wow. Dan op de derde plaats. Nog steeds in het zwarte cap. Daar hebben we Andreas Bagge. Of is dat nou de winnaar Brad Davis? We gaan even kijken. Nee, Brad Davis zit daar net achter. Dat is de nummer 4. Mijn excuses, ik had het verkeerd gezien. Ja, zwart en wit, moeilijk hè. Ook nog een beetje kleurendoof. Ja, dan krijg je dat. Goed, blauw en rood is nog steeds met de finish. Oh, netjes. Dat gaat net goed. Met de nummer 1 op de tweede positie, want het is Keith Snelling. Keith Snelling is going very snel and he's going very fast on top down today. Keith Snelling is number 1 in this heat from the Two Valves EVLS. On second place is Frans Greisel and third place is Gert van Bauer. Dat zijn de heren van de eerste drie op de vierde positie. De nummer 15. En de zoekkepper op. Dat is Thomas Fleming met de gele cap. Waarkomt, dat is de groene en de rode helmcap. Keith Snelling, gevolgd door Frans Greisel. Die zijn best doet om steeds dichterbij te komen. Ze hebben nog één ronde daarvoor om dat uit te maken. Iets afgeslagen. Is nu de man met de wedstrijd. Gert Mauer op de derde positie. En dan vier is nog steeds Thomas Fleming. Dan de blauwe cap van Billy Haynes. En de witte, de zwarte moet ik zeggen, van Rainer Borges. Laatste ronde, laatste ronde. Laatste corner. Still ahead, the number 20, Keith Snelling, he's the winner. Second place, number 3. Zo, Gert, mag nog maar een punt in de wijze nemen. Vielleicht hast du nog een punt nodig, want dan kies je nog in B- of A-finale. Goed. Blauwe cap is Wolfgang Baart met groen. Wie hebben we daar? Johan Last, onze Nederlandse rijder. Die het zo. Ho, ho! Daar gaat Johan Last volgens mij onderuit. En hij blijft nog op de been en er gaat nog iemand eruit. En ik ga ervan uit dat dat een rode vlag wordt. Maar nee, we gaan gewoon door. Dat is het man in het blauw. Wolfgang Baart. Op 1. Dan de nummer 7. Op de Bart nog steeds op 1. Dan de witte is George Uber from German, from England on the second place. John Whitley on third place. Last on fourth. En on fifth place is Alfred Pluk. Nog eenmaal af. De spitsen is Wolfgang Bart met de blauwe. Op de vijfde plaats is het Jeff Uber. Met de Pricing Cap op Dangeta, de Hollander. Johan Last, jetzt nach dem dritten Platz. En we zijn jetzt schon am Finish. Bart had 1. Met deze heren. Eens even kijken wie we dan op de kop hebben. De groene man, die is degene die de leiding heeft. En dat is de nummer 7. George, ja. George op kop. De blauwe cap, de Wolfgang Bart. Die daar. Sorry, de nummer 8 is dat met de blauwe cap. Dat is Andreas Blagge met de blauwe cap. Maar daar gaan er twee man voorbij. Zo kunnen we dat zien. Maar nog steeds op kop is het de 7. Van George Uber ook weer gaan de eerste twee. En dan is nu de gele cap.
Hofkamp. De tweede baas, John Whitley, houdt daar die tweede positie vast. En daar gaat er iemand aan de bovenkant kijken of hij daar voorbij kan komen. We zullen het met u meemaken. We gaan het zien, want het gaat natuurlijk hier ook om de eerste twee plaatsen. En eens kijken, dan gaat daar Van Dikhout zagen met planken hoor. Oh, daar gaat hij eraf. Ja, ja, dat is helaas, dat is niet anders. 17. Edward Kief Stelling. Oh, dan gaan we weer goed. Hij zal al vast. Laat het er niet bij zitten. Die zit daar op de tweede positie. Ja, Johan Last zit daar op de tweede positie. Het is Wolfgang Bart met rood die de mensen aanvoert. En als ik dat goed zie, zie je daar de zwarte cap, of is dat de witte cap, van Kiet Snelling. Op die derde plaats het Last. Die gaat daar naar verder buiten. Ja, het is Snelling volgens mij. Ja. Snelling die daar op die... tweede plaats zit. Johan Last nu op een derde positie, maar die gaat weer in de aanval. Drie rondjes hebben ze er maar voor. Dus we moeten kijken wat er gaat gebeuren. Kan hij dat nog veranderen? Of moet hij het hierbij laten? We gaan dat met u meenemen. Nog steeds op kop. Wolfgang Bart. Dan de nummer 20. En dat is Kiet Stelling. Ik had het u al gezegd. En dan zit daarachter Johan Last op die derde positie met de groene helm. De overwinning gaat naar de nummer 1. En een tweede plaats is er dan voor de zwarte man. Zwart Last. Op 3, 6,